Waarschijnlijk veel nieuwe mensen dit jaar. Maar ook een moment om er even uit te zijn. Uit de dagelijkse hectiek die nog groter is dan we al gewend zijn in het onderwijs aan nieuwkomers. De oorlog in Oekraïne in het begin van het jaar zorgde voor een grote stroom vluchtelingen naar Nederland. Mensen die tijdelijk onderdak en een veilig verblijf zoeken. En onder hen veel kinderen. Veel ISK's, maar ook reguliere scholen, werden in korte tijd hiermee geconfronteerd en zijn aan de slag gegaan. Met de minister, politiek en OCW die ruim baan gaven aan het onderwijs. En specifiek eigenlijk aan het onderwijs aan deze doelgroep. Dat was eigenlijk wel bijzonder. Er werden noodscenario's ontwikkeld, zoals de TOV, de tijdelijke onderwijsvoorziening. Er kwamen extra middelen, de gemeenten waren actief betrokken, etc. En er werd door het ministerie van OCW een landelijke kerngroep geformeerd, waarin onder andere LOAN, de VO-raad, de inspectie en VNG zit. Deze groep komt nog altijd wekelijks bij elkaar en bespreekt de praktijk, de problemen, het beleid, etc. Op de website van LOAN wordt alle informatie over het onderwijs gedeeld, met daarbij ook een aparte pagina met de lesmaterialen. Tot de zomervakantie zagen we vooral een aangepast programmaaanbod, met daarin ook veel ruimte voor het onderwijsaanbod uit de Oekraïne, zoals de online lessen. LOAN VO heeft samen met de VO-raad op 16 juni een online bijeenkomst georganiseerd om te praten over wat te doen na de zomervakantie. Daaruit bleek al dat veel ISK's van plan waren om vooral het reguliere programma aan te gaan bieden, hetgeen na de vakantie ook bleek. Maar de oorlog duurt langer dan gehoopt en daarmee ligt een langer verblijf in Nederland voor de hand. Dus ook kijken naar de schoolloopbaan en perspectief in Nederland. En ja, er zijn ook dilemma's, zoals ouders en leerlingen die het online onderwijs uit Oekraïne willen volgen, waar we zeker ook een luisterend oor voor willen hebben. Maar het is ook zo belangrijk dat kinderen naar school gaan, zeker voor het welzijn van kinderen. En niet alleen online lessen volgen, dat heeft de coronaperiode ons immers ook geleerd. En het zal ons ook de komende periode zeker nog bezighouden. Maar steeds meer komen uit andere landen vluchtelingen ons land binnen. We waren dat natuurlijk al gewend, met name via de opvangcentra van het COA. Maar de aantallen groeien, en dat niet alleen. Het opvangproces stokt en hapert als nooit tevoren. De kortdurende noodopvang van het COA, NIDOS, gemeenten en veiligheidsregio's zorgen voor een woud aan noodopvanglocaties. Vele verhuizingen en geen zicht op kinderen en of zij naar school toe gaan. Grootscheepse opvang vaak. Daarbij ook grote aantallen AMV'ers, alleenstaande minderjarigen. In aantallen van 50 tot 100 en meer op één plaats. Dit is niet meer werkbaar voor de ISK's. Op 1 oktober jongstleden zagen we bijna een verdubbeling van het aantal nieuwkomers ten opzichte van vorig jaar. Dat zegt dus wel wat over hoeveel leerlingen er bij ons op de scholen staan. En we weten dat veel ISK's wachtlijsten hebben. En we weten dat veel kinderen, inclusief AMV'ers, nog niet naar school gaan. En daarmee luidt LOAN ook de noodklok. De opvang zal echt anders, langduriger en kleinschaliger georganiseerd moeten worden om het nieuwkomersonderwijs mogelijk te maken. Iedereen heeft recht op onderwijs en wij moeten in staat gesteld worden om dit onderwijs te organiseren. En ja, er moet ook op financieel en personeel gebied het nodige gebeuren. Daar hebben we OCW, de opleidingen, de VO-raad en anderen hard bij nodig. In de directiebijeenkomst vandaag praten we hier verder over, onder andere met het ministerie van OCW. En later in de maand ook een webinar met de VO-raad. En we gaan inventariseren wat en hoe groot de problemen zijn en zoeken met elkaar naar oplossingen. Hoe klein soms ook, wellicht kunnen ze een uitkomst bieden. Maar vooral de politiek vragen we om het onderwijs ook mogelijk te maken. En dat begint
met de opvang van vluchtelingen. Maar ik wil het niet alleen hierover hebben. Ik wil het ook hebben over het NPO-budget nieuwkomers. Heb ik vorig jaar natuurlijk al het nodige over verteld. Kun je ook meer lezen natuurlijk over, op onze website. Maar in juni van dit jaar is het budget nieuwkomers aan de scholen betaald. Nieuws dat ik echt wil melden, omdat het financieel de mogelijkheid geeft om de ISK te versterken. En de periode waarin dit besteed kan worden is verlengd tot en met schooljaar 2024-2025. Voor Loan is Eva Klooster, van jullie, althans een deel van jullie, wellicht kennen van het onderzoek Organiseer nabijheid van zorg op de ISK van enkele jaren geleden, de afgelopen maanden op bezoek gegaan bij ISK's en heeft daar inspirerende voorbeelden opgehaald op het gebied van zorg. In Rotterdam, Arnhem, Wageningen, Groningen, Gouda en Amsterdam. En sommigen zijn daar nog van onderweg. Verhalen, allemaal heel inspirerend, echt waar. Samen met Brigitte van Soest, een nieuwe Loan VO-collega, gaan de komende maanden regionaal zorgoverleggen georganiseerd worden, zodat de zorgcoördinatoren met elkaar problemen kunnen delen, maar zeker ook goede voorbeelden. Maar we hebben tegelijkertijd ook de opdracht gekregen vanuit OCW om op het gebied van NT2 de expertise van de ISK met name, te delen met het regulier onderwijs. Nu meer dan ooit nodig en het succes van de schoolloopbaan van de nieuwkomer hangt er vanaf. Vorig jaar hebben we al de eerste goede voorbeelden van expertise-deling gedeeld met jullie. Daar gaan we de komende periode meer werk van maken. Hoe lastig het soms ook is om er tijd voor te hebben. Wat staat op gespannen voet met het eerste deel van mijn verhaal. Maar in de community van Loan VO kun je al meer vinden. En vandaag gaan we er in ieder geval een hele mooie studiedag van maken.